Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van WK Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de achtste finales van het WK. Nederland won met 3-1 van Amerika en Argentinië won met 2-1 van Australië. Wat betekent dat Nederland Argentinië treft in de kwartfinales. Engeland moest tegen Senegal, dat werd 3-0. En Frankrijk won met 3-1 van Polen. Wat betekent dat Engeland-Frankrijk de andere kwartfinale is. Ook moest Japan tegen Kroatië, wat Kroatië na penalties won. En Brazilië-Zuid-Korea werd 4-1. Dat betekent dat we dus Kroatië tegen Brazilië krijgen in de volgende kwartfinale. En de laatste twee wedstrijden waren Marokko-Spanje, wat Marokko won na penalties. En Portugal tegen Zwitserland, dat werd 6-1. Wat betekent dat we dus Marokko tegen Portugal krijgen in de laatste kwartfinale. De voorspellers top 8 is Piago, staat bovenaan met 47 punten. Ook Sven heeft 47 punten. Ze waren allebei volgens mij weekwinnaar, klopt dat? Volgens mij waren ze allebei weekwinnaar. Stan staat derde met 44 punten. Mike staat vierde met 42 punten. Kars staat vijfde met 41 punten. Rins en Martin hebben 38 punten. En ik zelf sta achtste met 37 punten. De volledige stand is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. Dan zijn dit de kwartfinales waar we naar gaan kijken. We beginnen met Nederland-Argentinië. Dan krijgen we Engeland tegen Frankrijk. Kroatië neemt het op tegen Brazilië. En Marokko moet tegen Portugal. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag bij de volgende aflevering van Eredivisie Voorspellen. Nee, niet van Eredivisie Voorspellen. Van WK Voorspellen. Adios amigos, automatisme.